Welkom bij Vlogmas dag 11. Goedemorgen allemaal, het is 6:15. Ik ben wakker, ik ben aangekleed. Voor de helft. Het rare is nu alleen trouwens dat ik vanmorgen wakker werd. Oké, ik zal pijn in mijn voeten krijgen, ik ging staan. En ik klapte compleet door deze been heen. Mijn hele knie doet compleet zeer. Ik kan er totaal geen kracht op zetten. Mijn voet doet nog steeds zeer. Ik weet niet wat er aan de hand is. Het wordt steeds erger. Dus ik loop nou helemaal bang. Maar ik ga even koffie zetten. Ik ben niet even klaar. Ik moet alleen make-up nog doen. Ik ga even koffie zetten beneden. En dan ga ik mijn make-up doen. Dan. Make-upje zien we op. Tegenwoordig doe ik het binnen 5 minuten. In het begin dacht ik, wow, doe ik er echt lang over. Maar tegenwoordig, ik heb koffie. Ik heb er deze keer geen melk en suiker in gedaan. Echt van, wow. Soms, als ik het uit het apparaat haal, doe ik altijd melk en suiker erin. Omdat ik hem anders heel vies vind smaken. Maar nu dacht ik, ik heb trek in gewoon zwarte koffie. Dus die heb ik ook nog steeds pijn in mijn been. Ik heb ook pijnstilling ingenomen, maar dat werkt natuurlijk niet gelijk. Dus dat is vervelend. Dus we gaan nog gelijk wat adventkalenders gaan doen. Dan hebben we dat gewoon gehad. Het is trouwens nog niet 6:15. Het is 6:10. Ik ben echt vroeg vandaag. Ik weet niet waarom. En ik moest nog wel sokken gaan zoeken vanmorgen. Ja, jongens en meisjes. Het is echt zo'n ochtend dat ik denk, oh. Vanmorgen had ik ook echt weer in tijden voor het eerst dat ik echt mijn wekker ging. En ik dacht, nee, alsjeblieft niet. Ik ben al zo moe. Maar het kwam omdat ik vannacht 2 keer uit ben geweest om te plassen. Dat heb ik normaal niet. Maar als ik er eenmaal uit ben, merk ik daar gewoon ook niks meer van. Dan ben ik ook gewoon niet meer moe. Ben ik gewoon echt wakker. Dus ja. Koffie opdrinken. En of tenminste, ik ga eerst de adventkalender doen. Goed. Ik ga eerst gelijk mijn schoenen aan doen. Dan heb ik die ook aan. Dan ben ik echt helemaal klaar. Maar dat is 2 seconden werk. Zo, dat is er aan. Dan gaan we even de adventkalender doen. Het begint met deze, dag 11. Oeh, dat is een hele grote. Kunnen jullie een klein beetje meekijken? Maar ik weet al waar die zit. Die zit hier niet onder. Dat is dit. Zakje. Nee, precies dezelfde grootte. Die zat dus gisteren in mijn deurtje voor die nagelknipper. Maar dit is dus ook badzout. Toch? Ja, wat parels. Ik ga nooit meer zo'n adventkalender kopen. Gewoon eentje met doosjes. Dat is hier dag 11. Dat is niet zo'n hele grote.
En dat hoeft ook niet. Het zou leuk zijn. Oh, een spiegeltje. Oh, dat is wel heel tof. Een soort sleutelhangertje. Dat is wel heel leuk. Kun je even gaan checken of alles nog goed zit. Leuk, die lekker af in. Ik zou niet weten waar ik die nu even kwijt moet. Zo. Top. Dan hebben we dat alweer gehad. Goed, ik ben beneden en ik kom er dus achter dat mijn pa dus niet beneden is. Dus hij blijft gewoon lekker eigenwijs liggen door zijn wekker heen. Maar ja, ook die moet over 10 minuten de deur uit. En hij komt niet naar beneden. Dus, ik zet nog even gauw een koffietje voor mezelf. En dan gooi ik er eentje in voor mijn pa. En ik ga hem maar gewoon even halen. Want dat is wel een beetje kloten. Andersom. Dat hoor ik toch niet te doen. Oh oh. Nou ja, in ieder geval. Hij is wakker. What's up? Ik ben inmiddels thuis. Mijn lampje zoeken. Bam. En we hebben licht. Ik ben thuis. En het gaat niet over te best. Vanmorgen liep ik al te hinken. Nu loop ik helemaal niet meer op. Ik kan er niet, echt niet op lopen. Mijn hele been doet zeer, mijn knie doet zeer, mijn voet doet zeer. Mijn hele rechterbeen is gewoon oud. Ik klap er doorheen als ik erop ga staan. Ik kan er überhaupt niet op staan, dat doet heel veel zeer. Dus ja, vervelend allemaal. Mijn been ligt nu ook echt in één houding. Ligt zo. Check. Ik kan hem niet anders, ik kan hem niet strekken. En ik kan hem ook niet verder buigen. Dus ik ben verplicht om zo te gaan liggen. Oh, dat is zo'n zeer. Morgen heb ik een afspraak staan bij de huisarts voor mijn been. Want ik weet niet wat het is. En het doet gewoon echt zeer. En ik wil hier nog 6 jaar mee lopen. Dus ik ga morgen gewoon naar de huisarts. Vandaag ook een gesprek gehad op stage over wat er de afgelopen tijd allemaal is gebeurd. En dat het me echt heel erg hoog zit. Ik heb ook gehuild op stage. Omdat het me ook echt gewoon heel erg hoog zit. En ja, het is gewoon een gedoe, weet je. Ik kan er niet tegen en ik kan het niet hebben als mensen me gaan pushen. Ik zit al met darmproblemen. Daar kan ik stress niet bij hebben. En als mensen me gaan pushen, krijg ik er stress van. En dat is normaal. En ik wilde dat hele gebeuren toch wel even terugkoppelen aan stage. Ik vond het wel belangrijk dat hun ook op de hoogte waren wat er nu speelt. En dat ze ook wisten dat ik nu zo onder druk word gezet.
Ja, dat weten ze nu. Tijdens het vertellen daar begon ik echt te huilen. Ik trok het niet meer. Ik kwam er echt allemaal in één keer uit. En ze heeft me deels opgelucht. Nog steeds denk ik af en toe nog van ik kan nog wel even een uurtje huilen. Maar ja, het is in ieder geval wel redelijk opgelost zo. Het is trouwens 7:30. En ik heb nog niks gegeten. Ik heb wel trek, maar ik heb geen puff om te eten. Omdat ik echt doodmoe ben van het gehink van vandaag. Ik heb echt de hele dag lopen hinken. Het is echt vreselijk. Ik ben echt heel erg moe. Misschien ook even een uurtje mijn ogen dicht doe dat ik daarna wat ga klaarmaken of zo. Maar ja, ik kan daarentegen ook beter nu gewoon gaan eten. Dan heb ik dat gehad. Maar ik heb echt geen trek. Ik ben moe. Ik heb pijn. Ik heb echt heel veel pijn. Dus echt, als ik hem zo laat liggen, gewoon stil, doet het al mega veel zeer. Laat staan als ik hem ga bewegen, echt. Als ik op ga staan, ook vandaag was echt een hel. Echt heel erg veel zeer. Het was echt niet leuk. Goed, ik heb niet kunnen slapen. Ik heb echt alleen maar pijn en pijn en pijn en pijn. Ik heb ook niks gegeten. Ik heb 1 boterham gegeten. En meer niet. Ik heb net wat gedronken en ik ga weer slapen. Tenminste, niet weer slapen, maar ik ga nu slapen. Ik lig eigenlijk nog de hele avond in mijn bed. Het is echt niet leuk. Echt heel veel pijn. Ik kan mijn been echt... Oeh, ik sloop mijn laptop bijna. Ik kan mijn been echt alleen gebogen houden. Ik kan hem dus niet strekken of anders leg ik. Hij ligt dus echt de hele tijd zo. Dat ik er niks mee kan. Super fijn. Maar goed, ik ga gewoon deze vlog editen en dan ga ik lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen. Ik ben benieuwd hoe het morgen bij de huisarts af gaat lopen.